Dit is een podcast van AT5. Penalties zijn een loterij. En hoewel NASA een schadeclaim heeft ingediend naar de penalty van Brobbey, ja, kijken we toch naar een Ajax dat door is in Europa. Willen Kaal en Kokkie vandaag over Ajax praten? Dat valt te betwijfelen. Maar we gaan het toch proberen. Welkom bij de Kaal en Kokkie podcast. Ja, heren. Hoe gaat het ermee? Helemaal goed. Zeg je toch niks. We kunnen ook wel over wat anders gaan praten, maar... Ja, dit is een mooi voorstel. Ja hoor. Ja. Ja, gaan we het over Ajax hebben vandaag? Ja, hoor. Zeker gaan we het over Ajax hebben. 34 strafschoppen. Ja. 34 is een magisch getal voor ons. Hè? Voor Ajax. Dat is waar. Voor Ajax is 34 een magisch getal. Dus toen die 34ste kwam, toen dacht ik van, nou moet het goed gaan. Ook toen Anton Guy kwam aanlopen? Ja, 100%. Hé, hey, luister nou, die heeft wel een trap in zijn poot, hè? 100%. En dat was wel gegund, hè, dat ventje. Oh, niet normaal. Maar als je na afloop die Henderson ook hoort, toch? Dat was misschien wel het mooiste van die hele wedstrijd. En dat Henderson er ook nog bij zegt, aan hem een betere penalty als ik, dus ik vond het wel goed. Ja. Hij ging hem nemen, anders die, als ze hem gemist hadden, hè, anders niet. Dan was het andersom. Maar we hebben het al vaker gehad over dat karakter van zo'n gozertje, weet je. Nou, wat er gebeurd is met tegen Feyenoord, tegen AZ. En dan heb jij gewoon de ballen, jongen, in dat stadion wat helemaal vol is. Nadat je al 3-4 keer het had kunnen beslissen. Ja, pak gewoon de ballen en je gaat het gewoon doen. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik denk dat als er iemand een gunfactor heeft, ja, dan is hij het wel. En als hij de voorbode is van de revival van een aantal spelers die we vorig jaar gewoon met z'n allen, inclusief ikzelf, afgeschreven hebben. Laten we eerlijk zijn. En ik vind het nogmaals van heel veel karakter tonen als je twee keer in de eerste helft in grote wedstrijden vorig seizoen gewisseld wordt. Aan plein publiek eigenlijk vernederd wordt. Want dat is het verhaal dan op dat moment. En je weet op karakter zo terug te komen. Chapeau. En als ik daar toch bezig ben, zijn er nog een aantal die hun gelijk gaan krijgen. Want ik heb Soutalo gisteren zien voetballen. Man of the match gisteren. Ja, ik wist niet wat ik zag. Dat meen ik oprecht. Ik vind hem de afgelopen weken al. Dat ik dacht van, nou, ik weet niet wat er gebeurd is. Heeft hij een tweelingbroer? Want dat zou nog kunnen. Die hij nu gestuurd heeft. Dat we de vorig jaar dat we gewoon die andere hadden of zo. Ik heb geen idee. En dan heb je een beetje kritiek op die trainer. Hè? Maar als je dan deze twee voorbeelden ziet, dan zie je toch dat er wat aan het ontstaan is. Mm-hmm. Dat er wat aan het gebeuren is. Ja. Ik vond het ook wel mooi. Voor de wedstrijd zag je een beetje, ik was niet in het stadion, want ik had 's middags zeg maar wat andere dingen. En dan kijk je thuis. Dan zie je Wesley Sneijder voor de wedstrijd. Nou ja, had hij best wel vaak commentaar de laatste tijd. En nu zegt hij ook, qua spel is het nog niet het Ajax wat je wil zien. Maar is het reëel om dit op dit moment te verwachten met het materiaal wat hij hebt? Dat hij ook wel ziet dat hij in de achterhoede met wat bezig is. Tuurlijk wil je aanvallend voetbal zien. Maar we willen ook een winnend Ajax zien met z'n allen. Weet je, kan je nog zo mooi gaan aanvallen en dingen doen. Maar als je elke wedstrijd de deksel op je neus krijgt, of zoals vorig jaar 2-3 tegengoals per wedstrijd, dan heb ik op dit moment even liever dit. Mm-hmm. Omdat je weet dat de transferperiode nog op gang moet komen. En al die mensen die zeggen, ja, en dat lullen jullie al weken. Mm-hmm. Het is ook bij andere clubs. Kijk naar PSV, die een heel goed jaar gedraaid hebben. Veerman is daar nog steeds. De jongens in de achterhoede zijn er nog steeds. Ja. Kijk naar een Feyenoord, die spits is er nog steeds. Die in de verdediging is er nog steeds. Die transferperiode moet loskomen. En gaat dat bij die grotere clubs beginnen, dan gaat het zo heel langzaam, zakt het naar beneden. En dan kunnen clubs hun dingen gaan doen. En daar is bij Ajax ook het wachten op. Nou ja, er zijn er twee die in ieder geval in beweging zijn. We kunnen Sosa aan zekerheid grenzen. En waarschijnlijkheid gaat hij naar Italië toe. Naar Torino. En wat ik begrepen heb, is er bij Medic ook wat beweging richting Bochum. Duitse clubs twee. Duitse club. Mm-hmm. Bochum en Haarsma. Maar het is allebei wel verhuur. Hè? Het is geen verkoop. Het is verhuur met een optie tot koop. Althans in het eerste geval, dus in het geval van Sosa. Maar die jongen is ook weer een van de grootverdieners. Wat onze vriend Mislintat heeft daar ook een salaris aan gebonden. 2,5 miljoen geloof ik. Ja, omdat hij toevallig international van Kroatië was. Ja.
Dus ook die heeft aardig in de ruif meelopen pikken het afgelopen jaar. Dus die ben je in je salarishuis ben je kwijt. Maar goed, dan zijn we nog niet waar we zijn moeten. Er zijn natuurlijk wel meer, hè, waar de geruchten van spelen, dat er de clubs mee bezig zijn. Zou een club met Forst bezig zijn. PSV met Wijndal, maar ook PSV wil alleen huren. Ja. Ja, en toch zal je zien als dat PSV die Wijndal haalt. Ja, ik wou net zeggen, ja. Dan ben ik toch een klein beetje bang dat je dan de Wijndal van AZ weer terugkrijgt. Ja, we gaan het zien dan. Ik ga daar van tevoren niet om lachen. Nee. Ik denk, als je hem naar de Nederlandse kampioen verkoopt, want dat zijn ze nog steeds, en ik denk ze ook dit jaar gewoon een sterke selectie hebben, dan zou ik hem verkopen. Ik zou hem niet naar eens verhuren, denk ik. Nee. Weet je, dan is het net of je ze een cadeautje geeft. Ik vind het even gesneden met z'n daardoor. Dat zou ik niet doen. Maar vinden jullie dan, hè, want met oog op die transfermarkt, je kijkt naar welke spelers je in principe weg wil doen. Vinden jullie dan achteraf gezien een sterke move dat Farioli ze naar de tweede zet nu al in de transferperiode, niet liever daarna? He, want als je kijkt naar Sosa, die wil je natuurlijk wegdoen. Ze willen in principe Vos, willen ze wat mee. Als je die Tahirovic, willen ze wat mee. Als ze die jongens naar de tweede zetten, dan is het toch ook al naar de andere clubs een signaal van. Ja, maar hoe groot wil je selectie houden bij je eerste? Dat is dat. En je kan het ook omdraaien. Als je nu kijkt, en daar hebben we het de afgelopen week ook over gehad, naar een meneer Ekpom, die ongeveer 2 maanden de tijd heeft gehad om zichzelf te laten zien. En elke keer weer door het ijs zakt. Gisteravond ook weer. Toch wel een aantal kansen gehad waarin hij er toch minimaal eentje kan maken, zeker in de eerste helft. Maar de afgelopen weken ook niet thuis gegeven heeft. Het was voor Ajax het allerbeste geweest. Niet alleen voor ons, was een stuk rustiger geweest voor je hart. Maar in zijn totaliteit dat die jongen er 1 of 2 in geprikt. Ja, absoluut. En dan hij heeft wel kansen gehad, hè? Ja, dat bedoel ik. En ik denk dat ze daar ook een klein beetje op hebben zitten wachten. Maar dat gebeurde niet. Hij heeft het ene voordeel, nog maar een keer gezegd, dat hij een Engels paspoort heeft. Dus voor de Engelse markt is hij een aantrekkelijke speler. Hij heeft natuurlijk bij een aantal clubs gespeeld daar, waarin hij zich min of meer wel bewezen heeft. Dus nou ja, wellicht. Hij is, 7, 28. Mm-hmm. Maar nou hebben we voor de wedstrijd, en dat hoor jij ook, dat lees je ook, dat denk je misschien ook wel. We willen met die, wat dus ook aan Farioli gevraagd wordt, met de sterkste selectie spelen. Ja. Maar dan zie je gisteren zo'n wedstrijd moeilijk is. Ja. Dan op een gegeven moment gaat een Brobbie invallen. Die krijgt met die extra tijd, blessuretijd, in totaal staat hij 20, 25 minuten in het veld. Zien jullie dan een spits die zegt, hey trainer, ik hoor in de basis te staan. He? Koeman heeft het fout gezien op die EK. Jij ziet het fout. En aanstaande zondag tegen NAC, hou rekening met mij, want ik ga er zijn. Wat, of zie je iemand daar rondlopen? Flegmatiek, hè? Ja, maar ook met het nemen van de penalties. Ja. Hij oogt toch niet scherp, niet fit. Het is toch allemaal een beetje nonchalant. Nee, maar wat mij opviel is dat hij gisteren gewoon bijna 9 minuten aan het warmlopen is. Hè? Dat hij gewoon 4, 5 keer de warming-up ingestuurd wordt. En zelfs met Bergwijn een soort van houding heeft van ja, sta ik nu weer warm te lopen? Misschien heeft dat ermee te maken. Over Bergwijn heb ik ook zoiets, hè? Dan zitten we van de week, hebben we denk ik allemaal de beelden gezien. Dat hij daar in zijn Ferrari rijdt. In Cornelis Schuit volgens mij. Of Troost of Schuit, daar ergens in die buurt. Ja. En dan komt hij zijn trainer tegen. Gaat de auto uit. Die begroeten elkaar. Als jullie dat zien. Heb je dan het idee dat die twee elkaar 's ochtends op het trainingsveld gezien hebben? Nee. Zeker niet. Maar iemand die dus niet fit is. Die een achterstand hebt. Die hoort toch op dat trainingsveld te staan? Of hoort hij met die bolide door die straat heen te jakkeren? Met die heb je toch het idee dat hij met zijn hoofd al lang bij een transfer is? Mm-hmm. Als je hem gisteren ziet staan, ziet doen, zie je toch niet een aanvoerder van een ploeg die wil spelen? Dan ziet daar iemand, die is daar en gaat godverdomme, dan moet ik ook nog even invallen. Ja, je zag het aan Henderson, die meteen die band wil afdoen en aan hem begrepen. Maar dat is respect. Hij zegt van, ik hoef hem niet. Nee, maar als je ook ziet de manier waarop die invalt. Die jongen, die hebt daar toch helemaal geen zin in? En dan gaan wij met z'n allen bekritiseren welke opstelling de trainer het veld instuurt. Ik denk dat we veel eerder eens met z'n allen de houding van die mannen moeten gaan discussiëren. Maar kan jij het ook voorstellen dat als jij vorig seizoen een heel seizoen basisspeler bent, je bent ook gehaald als basisklant en je wordt dan 4, 5 keer de warming-up ingestuurd? Er zijn veel dingen die ik me niet kan voorstellen. Op het moment dat het Nederlands elftal daar zijn inspanningstest deed, en jij hoort dat iedereen dus bam die test haalt
en dat een Brobbey en een Bergwijn op 80% zit, ja, dan moeten niet alleen die twee spelers zich schamen, maar ook Ajax moet zich schamen. Dan vervolgens ben je daar 3-4 weken bij het Nederlands elftal. Je hebt je voorbereiding gehad en trainen. Dan mag je verwachten dat je aan het eind daarvan op je 100% zit, of niet? Ja. Dan krijg je van de club nog 2,5 of 3 weken vakantie. Dan moet je je bewijzen. Je hebt een klote EK achter de rug. Dan ga je toch fit terugkomen van je vakantie, of niet? Dat lijkt me wel. En hebben we nou met z'n allen gisteren 2 gasten gezien die daar willen gaan? Het hele stadion zit vol, hè? Dat is jouw club, hè? Ik denk dat je zelf het antwoord al gegeven hebt. Want Bergwijn, en dat was in de eerste gesprekken die we voor het aanvang van het seizoen al gehad hebben, al duidelijk dat Bergwijn op zoek is naar een transfer. Zelf ook op zichzelf zoiets heeft van ik wil wel. Uh-huh. Dus het is een kwestie van... Maar bepaalde clubs, hoe heet het? Die zijn afgehaakt. Maar die vindt hij te klein, hè? Ja, die niet weten. Maar goed, aan de andere kant, er zijn er ook een paar afgehaakt, hè? Leicester heeft die... Meneer ook te klein. Dus met Marseille ook, weet je. Hij wil toch iets beters. Maar wat is dan een club voor hem? Ik heb geen idee, ik weet het niet. Zeg maar goed, dat het... Maar aan de andere kant zeggen we nu met elkaar van ja, die transfermarkt die moet nog op gang komen. Dat vind ik allemaal leuk en aardig. Het is vandaag de 16e. We hebben nog 14 dagen, hè? Dat is klaar. Ja, nee, daarom. Dat vraagt me ook af. Dus het is nog 2 keer 10 werkdagen even op het gemak. Want we zijn ook nog eens een keer een beursgenoteerd bedrijf. Dus we hebben nog 2 keer 10 dagen. Dan kan je het weekend natuurlijk het einde doen buiten de boek om. Maar het is nog 2 weken en dan is het klaar. Heb ik nog andere vragen aan je? Want jij bent van de raadcommissaris en al die dingen aardig op de hoogte. Ja, dan hebben we die 4. Die zitten er nog steeds. Ja. Die weg zouden gaan, die zitten nog daar. Ja. En die gaan dus, hè, die hebben met z'n allen gezegd dat die niet geschikt waren na de afgelopen jaren en dat ze pleiten moeten. Maar dan hoor ik van de week dat die 4 gaan dus zelf bepalen wie de opvolgers worden. Oh, ja, dat is... Maar is dat de bestuursraad die dat moet doen? Nee, dat gaan hun doen. Ja, dat gaat niet. Nou, let maar op dat dat gebeurt. Daar ben ik helemaal niet naar. Die zijn aan het zoeken voor de opvolgers. Dus dat is waarom ik het je vraag. Ze kunnen een aantal dingen aandragen als zijn de mogelijke kandidaten. Maar de bestuursraad is uiteindelijk degene die beslist over de raad van commissarissen. Of wie daarin gaat zitten. Dus dat zou de omgekeerde wereld zijn als dat zou gaan gebeuren. En als je nou eens Ajax ziet. Hè? Ajax is in wezen een bedrijf. Mm-hmm. Zeker weten. Maar als bedrijf moet je op een gegeven moment ook een bepaald risico nemen. Een keer je nek uit durven steken, toch? Mm-hmm. En dat zou je nu met die transfers ook doen. Als jij blijft zeggen, ik ga niks kopen zolang ik niks verkocht heb. Dan ga je vroeg of laat bij gasten te laat zijn. Hè? Dan gaat op een gegeven moment de gozer zeggen, dan teken ik ergens anders. Ja. Dus je zal ook daar, hè, en dan zal mevrouwtje Lenderink en weet ik veel wie daar ook een klein beetje toestemming voor moeten gaan geven. Ook moeten snappen dat op een gegeven moment dit team wel een kwaliteitsinjectie nodig heeft. Jij zegt de kost gaat voor de baat uit. Met andere woorden, gaan investeren wat anders dan... Ja, maar ik ben in... Dat weten wij, omdat we elkaar vrij goed kennen, zitten jij en ik in veel dingen iets anders in de wedstrijd. Uh-huh. Maar ik denk, als je niet investeert, als je dit hetzelfde houdt zoals het nu is, speel je straks weer om plek 5. Je ziet, daar zal een goede middenvelder bij moeten. Je ziet gisteren zo'n wedstrijd als gisteren. Is een buitje Weghorst niet hetgene wat je mist? Als je nou onze spitsen kijkt die je gisteren hebt. Wat een Brobbey daar doet. Als die gozer nu hier geweest is. Of was in je selectie. Dan had Akpom niet gespeeld. Dan had Brobbey of fit geweest. Of had kunnen banken. Ja. Die hebt gewoon mentaliteit iets wat je toevoegt aan dit Ajax. En je komt nu ook op het middenveld. Want als jij nu gaat kijken. Heb Taylor gisteren een goede wedstrijd gespeeld? Nou... Of hij een goede wedstrijd gespeeld. Ik zie hem wel een aantal ballen geven waarvan ik denk van, lekker. Maar heeft hij een goede wedstrijd gespeeld? Ja, heeft hij voldoende gehaald? Een 6. En Henderson? En Fitz Jim? Ik vond Henderson wat tegenvallen. Fitz Jim kan ook beter. Ik denk ze bij alle 3 niet hoog komen als 5. Maar heeft dat niet ook een beetje te maken met hoe Farioli wil spelen? Want hij laat nu verdedigend, laat hij Henderson tussen zeker, de twee centrale... Tien, nee, hij laat hij tussen de centrale inspelen, waardoor die 2... achtjes eigenlijk gewoon lopers moeten worden. Maar je bent toch met me eens dat die gasten, zoals ze nu doen, dat gewoon niet goed genoeg is? Nee, dat zijn we het sowieso over eens. En dan hebben we... Maar dan hebben we, dan hebben dan we, het hebben we links gezegd, voor Forbes en een Gods. Ja, nee, maar... Die tweede, die valt lekker in, doet gewoon zijn dingen. Maar die Forbes, nee. Je hebt toch geen backup achter die andere links buiten? Nee.
En dan kan je wel zeggen, ja, hij moet eerst verkocht worden. Maar als hij niet verkocht wordt... Ja, maar dan... Dan ja, heb je dus geen backup achter je linksbuiten. Maar wacht eventjes. Forbes, daar heeft Farioli overigens wel degelijk vertrouwen in. Hè? Dat heeft hij ook uitgesproken als zodanig. En ik zie Forbes nog niet zo snel weggaan. Hij gaf ook vertrouwen aan Akpom van de week. Maar hij kende moeilijk op die persconferentie. Die zeggen, nee, die gozer kende geen kut van. Nee, maar goed, dan verkoopt die man helemaal niemand maar meer. Maar bij Ekpom is wel algemeen bekend dat ze daar een verkoopdingetje achter hebben staan. Dat is bij maar een bij, beetje met die buitenspelers. Je hebt geen backup van die dingen. Het geldt voor je rechtsbuiten precies hetzelfde. Ja, daar heb je en Traoré kan er en Berghuis. Maar Berghuis zou je het liefst op 10 zetten. Over slecht dus invallen. Als je Traoré dan rechtsbuiten zet... heb je ook daar geen backup. Nee, ja, slecht invallen Guy gesproken. Komt daar nu elke keer. Ja. Valt Guy in daar. Mm-hmm. En ik weet niet of het mensen opvalt. Maar vaak is hij wel degene die de meeste voorzetten geeft... in die 10 minuten kwartier dat hij er staat. Ja. Heb je Traoré in ieder geval gisteren? Ja. Zo. Nou, volgens mij ja, wat vonden we daarvan? Ja. Nou, maandag dan, ook al iets over gezegd. Maar hebben we daar maandag ook maar al iets over deed gisteren nog een keer dunnetjes over. Maar je bent toch met me eens dat... wat we zo graag willen naar die Champions League... dat dan dit elftal... Ja, je hebt zeker een wat nodig. Kwaliteit impuls nodig hebt. En als je wel concurrentie haalt... dat Akpom weet... hé, hey, die nieuwe spits is voor me... Brobbie is voor me... eventueel Traoré is voor me... en dan hebben ze Rijkoff nog. Dan ja. wil die gozer toch weg. Ja, dus je wilt een soort en, drukmiddel creëren eigenlijk. Dan gaat die gozer toch eerder ja zeggen. Maar je snapt toch... met deze gozer ga jij die oorlog niet winnen. Nee. Er is op Ekpom even voor iedereen geen enkel bot nog binnengekomen. Nul. Niets. Verbaas je dat? Ja en nee. Ik had aan de ene kant verwacht op basis van vorig jaar, zeker met zijn invalbeurten. Ja, maar dan had je hem maar spins hier te moeten houden. Zeker. Nu elke keer als je maar hem 90 nu... minuten geeft en hij mist de kansen zoals gisteren. Dus dat. Ik maar denk maar, dat heeft... Dat heeft toch ook te maken met dat Brobbie gewoon een verdediging moe kon maken vorig seizoen. En dan heeft Akpom in principe gewoon daar de vruchten van te plukken. Maar ik denk dat zo'n Brobbie ook nu als de zo door de mieterij moet gaan zorgen. Dat hij fit is, dat hij scherp is, dat hij op die deur staat te kloppen. Maar is dit nou een mentaliteitskwestie? Nou, dat denk ik. Want het is natuurlijk te bizar voor woorden dat dit soort jongens met vorstelijke salarissen, maar los van dat ook een bepaalde status. En dat geldt voor Bergwijn, Dieter tot met een sterretje. Dat die niet de zelfdiscipline dus blijkbaar hebben om vanuit een EK met een programma wat ze meekrijgen fit aan de aftrap te staan. Met in wetenschap dat er voor Ajax, dus voor je club, hele belangrijke wedstrijden zitten aan te komen. Mm-hmm. En dan gewoon niet thuisgeven. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar als jij toch bij het Nederlands elftal al die draaien in je oren krijgt. Dat je dat gesprekje hebt met Koeman in de technische staf. En hij zegt iedereen zit op 100% behalve jij zit op 80%. Zeker. Dan moet dat toch voor jezelf al iets zijn dat je denkt bij jou, hey, what the fuck. Mm-hmm. Voor de rest speel je geen minuut. Dan moet jij daar toch op een gegeven moment bij je eigen denken. En helemaal omdat Memphis ook gewoon een slecht toernooi speelt, hè? Maar ook zo'n gozer als een Bergwijn. Als je dan weg wil en je hebt grotere clubs in je hoofd als dat er komen. Dan wil je toch presteren op dat veld. Mm-hmm. Dan wil je toch Ajax naar die volgende ronde knallen. Je wil toch bij die eerste competitiewedstrijden zijn. Het lijkt me wel. Ik zie het er niet aan af. En dat heb ik met meerdere spelers. Maar denk jij dan dat het wel een mentaliteitskwestie is? Ik denk het wel. Maar ik vind het wel mooi. Rens is voetballend een betere rechtsback als Guy. Ja. Ja, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Nee. Dat weten we allemaal. Alleen qua instelling, qua mentaliteit... ik denk dat hij nog geen kwart heeft van die Guy. Maar ik vind het wel mooi wat er afgelopen week... en ik denk dat iedereen het wel gezien heeft... het interview of de persconferentie van Farioli... voorafgaand aan die wedstrijd tegen Panathinaikos. Ede meneer Verwij van een belangrijke... van een krant in Nederland... die stelt daar een vraag over vind je het niet tijd worden... om met je sterkste elftal te gaan spreken? Waarop Farioli van Repliet Inter zegt van... ik speel uiteraard ook met mijn sterkste elftal. Vervolgens... Als Verwij afhaakt, er een vraag overheen gooit richting Verwij... van joh, wat vind jij dan de sterkste opstelling? En die geeft dan een aantal spelers die vorig jaar... nog net even boven het maaiveld uitstaken, zeg maar... in een zeer slecht seizoen. Mm-hmm. En blijkbaar is Farioli dus niet overtuigd van die jongens... want die zegt op een gegeven moment van luister, ze zijn niet fit genoeg. En ik kijk niet alleen naar de status... maar ik kijk hoe de complete performance van de speler is. Juist. Nou, als je die dingen bij elkaar optelt, dan snap ik nu dat hij... Ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Dat snap je goed, dan met z'n allen. Als mensen het niet gezien hebben, is het misschien aardig... om dat die persconferentie even terug te kijken. Ja. En dan moet je met z'n allen die trainer snappen dat hij het daarmee doet. Ja.
En ook dat we nog niet het Ajax zien wat we willen zien. Dan moeten mensen ook snappen dat het nog steeds diezelfde selectie is. Dus alles waar vorig jaar elke Ajax-supporter van zei dat het bagger is, daar moet deze man het mee doen. Uh-huh. Dan ben ik blij dat hij het eerst achter op de rit krijgt, zodat je niet standaard elke week 2 tegengoals krijgt, zodat we vorig jaar wel hadden. En ja, op dit moment is dit wat je brengt. En dat is heel lullig. En nee, ik ben er niet tevreden mee. Nee, ik ben er niet blij mee. Nee, ik vind het niet goed. Maar wat moet hij anders op dit moment? Maar vinden jullie de filosofie van 11 starters, 11 finishers wel passen dan bij zo'n groep? Want, nou ja, weet je hebt gisteren het idee, het kan er niet minder op worden met wat je op de bank hebt. Maar zeg nou heel eerlijk, je speelt een kwartier niet goed, was aftastend dingen, maar waren eigenlijk die Grieken een beetje sterker. Ja. Vervolgens krijg je een half uur een goed Ajax. Mm-hmm. En dan ga je de wissels doen. Dus al die jongens waarvan heel Nederland zegt dat ze in de basis zouden moeten staan. Ja. Die worden er 6 van ingebracht. Is Ajax daardoor beter geworden? Is tweede of heb jij de tweede helft een slechtere Ajax gezien? Nee, het was naar mijn idee werd Ajax slechter, rommeliger, weet je, het was... We werden er zeker niet sterker van. En dan in dat geval heeft die trainer toch gelijk met wat hij daar neergezet heeft. Ja, dat moment. En dan moeten we toch met z'n allen ons kop dicht houden en denken van... ja, vriend, dat heeft hij beter gezien als dat wij het gezien hebben. Dat en plus het feit dat hij blijkbaar uit hetzelfde materiaal van vorig jaar... bij een aantal jongens er meer uithaalt, positioneel beter staat. En laten we ene meneer Pasveer, die niet alleen 5 strafschoppen gisteren... Absoluut. Maar laten we daar niet aan voorbij gaan. Ik heb hem, ik heb er maandag ook nog iets over gezegd. Ik had hem tegen Heerenveen had ik hem de tweede helft voor me keepen. Toen heb ik op hem zitten letten. Maar die heeft echt 2 dozen strepsels nodig om na de wedstrijd om zeg maar zijn stem weer een klein beetje op te krijgen. Want hij zet continu alles, verdediging neer. Is met alles bezig. Tot en met geblesseerde spelers die neervallen enzovoort, enzovoort. Nou, gisteren is natuurlijk... hij sleep je er de tweede helft doorheen. Je kan behouders die 0-1... kan je er nog 1 of 2 om je oren krijgen die pakt. En dan stopt hij ook nog eens een keer 5 penalties. Absoluut. Dus als we het nog een keer gaan hebben over de rechtvaardiging van Pasveer op goal... Ik denk dat hij de afgelopen 14 dagen, 3 weken wel bewezen is, toch? Als je ook het hele elftal nakijkt wat gisteren... een goede wedstrijd speelt, dan kom je uit bij Hato, Soutalo, Pasveer. Ja, Baas even wat minder gisteren. En Berghuis. En dan heb je het gehad. Ja, ja. Baas hier het gisteren even nee, niet. Maar weet je, dat is het enige wat ik jammer vind dat hij gisteren niet deed. Ja. Ik denk niet dat je Baas moet slachtofferen, absoluut niet. Maar die jongen speelt, bij NEC speelde hij lang niet alles. Nee. Die speelt nu bij Ajax al die wedstrijden achter elkaar. Klopt. En zoals gisteren zag je dat het toen match werd. Dan heb je een Soutalo op de bank. Dus hoe makkelijk was het geweest om in de rust gewoon te zeggen... Ja, Kaplan ja. Van jij blijft op het bankie en Kaplan, die brengen we. Die jongen is ook, weet je, die kan dan weer prima spelen gebleken vorig jaar. Breng je Kaplan en je haalt Baas even naar de luwte. Want waarom speelt Kaplan niet meer? Heeft dat ook te maken met fitheid? Nou, die hebben ze daarom van de week een hele wedstrijd in Jong laten spelen... zodat hij minuten ging maken. Staat en is wel leuk hoor. Ik weet niet of je hem al gelezen hebt. Ik weet niet of je überhaupt... maar er staat hier in een voetbalweekblad deze week weer een interview over... of een interview, een analyse over 3 basisspelers nu momenteel bij Ajax. Daar staat Juri Baas, is daar onder andere onderwerp van gesprek in. Ook Vince Jim en ook Pasveer. Omdat er 3 basisklanten nu zijn ten opzichte van vorig jaar. En dan lees je ook, zeker in het geval van Baas, verleden jaar bij NEC zelfs linksbuiten gespeeld een aantal wedstrijden. En ze hebben die jongen op het laatst, hebben ze hem, is Marijn Beuker is naar de Goffert toe gegaan, of weet dat ding daar in Nijmegen. Ja, dat Goffert. En die is daar nog eens een keer gaan zitten kijken. En dan zien ze op een gegeven moment, en dan komen ze tot de totaalconclusie dat die jongen wellicht centraal achterin ook nog een rol zou kunnen vervullen. Met alle gevolgen van dien. Dus er zitten wel mensen nu momenteel ook in de technische staf die verder kijken dan hun neus lang is. Mm-hmm. Ik vond dat wel mooi dat op een gegeven moment tot uiting komt dan ook in de afgelopen wedstrijden. Gisteren eventjes niet. Maar ik vond het ook jammer dat die jongen een penalty moest nemen. Zeker. Nee, dat ontnam je niet aan. Ja. Maar je zag al aan zijn gezicht, aan zijn houding toen hij erheen liep. Toen wist je al, dit gaat hem niet worden. Nee, klopt. 34 strafschoppen. En het is gewoon jammer. Ik had liever hem deze wedstrijd bespaard door hem gewoon eerder eraf te halen. Zal ik je wat leuks vertellen? Nou, ik heb wel. Nou ja, voor leuks. Ik bedoel, we hebben toen die theatershow gedaan in maart vorig jaar. Oh, echt waar? Ja? Huh? Wie is we?
Vertel. Nou. Kom. Bart, let even op. Je gaat het leuk vertellen. Zijn nou eens eventjes 2 seconden. Hè? Even je hoofd harten. En er was bij die opkomst was er een stukje emotie. Hè? Was het opbouwen van spanning en het opbouwen van... Het was een ontlading en dat kwam... Dat werd gisteravond gebeurde dat weer. Ik vind die opbouw van die spanning in die strafschoppenserie. Ik zat met mijn zoon op de tribune. Een paar mensen om me heen. En dacht op een gegeven moment, tering, wat gebeurt hier dan weer? En bij die winnende goal, dan zie je op een gegeven moment... Dan worden toch je ogen weer vochtig op een of andere manier. Gek is dat. Hè? Gaat maar om de voorronde Europa League, maar... Zoveel doet het. En als ik zie om me heen dan, op die tribunes, die ontlading. Er is, dat is met de meeste Europa-wedstrijden, die is in de competitie nog wel eens anders. Gaat niemand voor tijd weg. Ja, absoluut niet. Mm-hmm. Dat stadion gisteren, en dat wil ik ook, het was echt, het was zo'n sfeer weer. Van minuut 1 tot laatst met daarachter. Volle bak. Top. Ja, ze deden ook een loop, hè? Ze deden ook een loop naar het stadion toe met z'n allen, vanaf de week. Ja, en wat jij zegt, dat was thuis ook, jongen. Je gaat in die penaltyreeks, je gaat gewoon staan, man. Ja. Tuindeur open, weet je. En die honden schrok zich af en toe de trucjes van je. En die hadden echt zoiets van, ja, even normaal houden, weet je. Ja, het was een sfeertje. Ja, maar je bent dan gewoon, jongen, dat je denkt van, poeh, gelukkig heb ik een sterk hart en niet een zwak hart. Hé, hey, jongens, maar wat is het, die volgende play-off? Ja. Polsen tegen, met alle respect, ik kende het echt niet. Nee, ik niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Die zijn Pools kampioen geworden. Ja. Die werden er afgeknikkerd tegen de Bode Klimt. En daar spelen we tegen. Die werden er stevig van afgeknikkerd. Zo, 4-1, hè? Het is dus Jagiellonia. Hoe? Jagiellonia. Vialistok of zoiets. Pools is ook niet meer wat het geweest is. Nee, mijn Pools is niet helemaal vloeiend. Maar daar hebben we het ook niet over gehad. Hè? Die gozer, die keeper van die gast. Zo, die pakte een paar balletjes. Dan zeggen we wel hoeveel kansen wij gemist hebben. Maar die pakte wel een paar balletjes. Die gozer had wel een paar ballen. Vorige week ook al, hè? Ja, goede keeper. Ik vond het wel mooi om te zien dat op een gegeven moment dan die penaltyreeks, dan win je hem uiteindelijk. En dan sprint hij die Ramai als een gek naar die pas weer toe om hem te feliciteren. Ja. Dat zie je wel goed zit. Kijk, ik ga nu geen namen noemen, maar als je die penaltyreeks terug gaat kijken, dan zie je ook gewoon dat de gasten zijn, Ajax-spelers, die lachen op het moment dat er een penalty gemist wordt. En ik weet het niet, maar ik kon niet lachen. Ik ook niet. Ik zag daar niet de humor van in. Nee. En ik had ook niet het idee na zo'n misser van dit gaat nog wel even goed komen. Maar dan kijk je en dat was voor mij toch wel met verbazing. Hoor. Mm-hmm. Wij hebben, op als het gaat om dit soort geintjes, niet echt een goed trackrecord. Hè? Ik dacht op een gegeven moment van toen ze gelijk kwamen, dachten we, nou, dit gaat weer fout. Want ja, maar toen het nog meestal aan het korte eind trekken met dit toen soort toen die verlenging nog 5 minuten duurde, dat je beseft, we gaan penalties nemen. Dan zit je die selectie eens te bekijken. En dan denk je, wie gaat het doen? Wie van ons gaat die penalties nemen? Ja. En dan denk je aan die ballen die gozer allemaal gestopt hebben in de eerste helft. Ja. Ik denk, dat is tegen deze keeper nog niet zo lekker. Hoor. Nee. Een penalty reeks. Dat gold voor Pasveer ook gelukkig. Ja. Ja, die, dat die Grieken fijn, overigens, in die hele strafschoppenserie, hebben ze er niet één over of naast geschoten. Ze waren allemaal tussen de palen, hè? Voor de duidelijkheid. Dan kunnen wij ook nog eventjes... Het is niet trainbaar, zeggen ze wel. Nee. Juist 100% wel, maar... ja, vinden jullie penalties trainbaar? Mening nee, blijft nee, altijd... Die discussie blijft altijd. De druk nooit niet meer... Dat gaat niet. Ik was niet de grote voetballer, maar ik kon wel heel goed penalties nemen. Dat was gewoon een kwestie van trainen. Je had in Driebergen een penaltybokaal. Toen je bij de jeugdelftal na afloop moest je daarna die toernooie penalties nemen. En dan kwam je daar. Dat was met Frans Hoek en dat soort mannen. Nou ja, die won ik 2 keer. En de derde keer was ik nog net even iets te jong. Maar met alle respect, het is wel trainbaar. Met alle respect, het is een verschil of je op de training een penalty neemt of voor 55.000 man in de wetenschap dat de volgende ronde ervan afhangt. Ik denk dat daar mentaal... Ja, en natuurlijk qua vermoeidheid. Als je 120 minuten in de been hebt. Als je kijkt naar... Pasveer vond ik wel mooi. Die zei dat op een gegeven moment. Die kreeg het over die penalty's van Broeby. Die of naar de training, Jassie zit erin. Mm-hmm. Nou ja, dan ga je weer. Dus, het zal wel. Wat verwachten jullie van die volgende tegenstander? Geetje Flupes, hoor. Die zitten er. Nee, ja, daar komen ze zo. Komen zo. Maar wat vinden jullie... Verslaafd aan die ding. Oh, wacht even. Speciaal voor Kale dan. Een Fluber.
Die volgende tegenstander, die Poolse, nou, ik durf het niet nog een keer te zeggen. Jawel. Wil jij het anders even doen? Zeker. Nee? Oh. Wat verwachten we daarvan? Want het is inderdaad een beetje een ja, niet bekende tegenstander, maar ze hebben het schijnbaar vorig seizoen toch wel goed gedaan. Het grootste gevaar, hè? Nou, ja. Zeggen, als je kampioen van Polen wordt, als je Nederland tegen Polen ziet spelen, is dat niet een tegenstander waarvan je van tevoren zegt, het is 3 punten. Mm-hmm. Dus de kampioen van Polen, die zullen gerust best wel aardig in de voetballen. En ik zou daar niet... Het is ook niet zo dat wij nu met z'n allen de pannen van het dak spelen. Nee. Dus het zal weer een wedstrijd moeten zijn waar je gewoon... Scherp aan de snijden. Ja, gewoon scherp moet zijn. Hopelijk is je selectie versterkt. Hopelijk is er wat weg, wat erbij en dingen. Maar je zal daar wel 2 keer een lastig potje krijgen. Het is niet dat je even denkt, dat wordt 2 keer 3-0. Ja, ik denk, ook niet, ook niet dat Farioli een trainer is die iets van onderschatting die heeft. Die is hier waarschijnlijk al mee bezig. Maar dat is een burgerlijk van Nietzsche naar Tokio. Die is al lang bezig met het voorbereiden van de volgende tegenstander. En ik kan me niet voorstellen. Trouwens, je hebt ook geen enkel recht om een tegenstander zomaar te onderschatten. Maar dat gaat gebeuren. Maar ik moet je heel eerlijk vertellen. Als je nu aan mij vraagt, van noem eens 1 speler van die club. Geen flauw idee. Ik ook niet. Nee, ik weet alleen die keeper van gisteren, dat die daar vandaan kwam. Ja, maar die speelt nu niet meer. Nee, maar dat vind ik niet, heel erg. Nee, dat is positief. Maar dus ja, het is moeilijk om een verwachting te schetsen natuurlijk over zo'n wedstrijd. Kijken, het zou fantastisch zijn. En voor de club, voor je status, heb je het gewoon nodig dat je die... Laten we gewoon eerst maar op Ajax houden. Eerst maar zorgen dat je zelf in goede doen komt. Ja. Dat je zelf daar gaat zijn, heel langzaam waar wij heen willen. Mm-hmm. En net wat hij zegt, het begint op een gegeven moment allemaal een beetje te dringen. Ja. En dat moet je beseffen. En ik denk dat ze dat ook binnen Ajax moeten beseffen. Dat als je wil ondernemen, dat je op een gegeven moment daar ook een risico moet durven nemen. Als je dat niet doet en je doet alles alleen maar safe, dan ga je niet meer die dingen halen. Je zal op een gegeven moment moeten. Je zal wat moeten doen. Ja, even over risico's. Want het is en blijft erg stil op de transfermarkt. Je zegt het net, het moet een beetje loskomen nog. Maar wat Kale terecht zegt, we hebben nog maar 2 weekjes ongeveer. Wat zou jij willen zien dat er dan nu gebeurt? Jij zegt, je wilt een beetje druk, een beetje risico. Wat ik wil zien is dat je een heleboel berichten krijgt. Die gaat weg, die gaat weg, die gaat weg, die gaat weg. Mm-hmm. Dan weet je dat de poen is. Je weet dat Ajax met de namen die we al eerder genoemd hebben... goede gesprekken heb, goede afspraken heb, dat die gasten in wezen klaarstaan. Maar je weet ook dat er een heleboel clubs zijn die ook wel interesse in zo'n gozer hebben. En dat er ook clubs zijn die financieel misschien nog wel veel meer te bieden hebben als Ajax. Mm-hmm. Als die mensen nu voor Ajax kiezen, is het om het verhaal Ajax. Het idee wat erachter zit, waar zijn we mee bezig? Maar dan moet je op een gegeven moment wel door kunnen schakelen. Als je niet kan schakelen, je kan mensen niet eeuwig aan een lijntje houden. Nee. Dus jij gaf vorige week aan, hè, Weghorst die komt zo en zo. Zie je dat nog steeds gewoon gebeuren? Nog steeds, ja. En andere namen die we noemden waren natuurlijk Sergio Roberto... waar er wel serieuze gesprekken mee gevoerd zouden zijn. Dus jij ziet dat wel nog steeds wel veelbelovend in? Je weet dat dat soort gesprekken er geweest zijn. Je weet dat ze daar ver mee zijn. Maar zo'n gozer zal niet eeuwig blijven wachten. Nee. Dus je weet dat er op een gegeven moment zullen dingen gebeuren moeten. Die komt ook niet voor een kop koffie in de gevulde koffie. Nee, nee, dus daarom zullen er dingen moeten gebeuren. Dan kwam er ook in één keer een heel gek gerucht van de week... dat Ajax interesse zou hebben gehad in Ramsdale, de keeper van Arsenal. Dat is de nu huidig tweede keeper van Arsenal. Hebben jullie daar iets van vernomen? Ja, weet ik hoe dat zit. Die wouden ze ruilen tegen Ramai. Uh-huh. Dan had hij dus eerste keeper geworden... en pas weer op een gegeven moment weer tweede keeper. Nou, ik denk, als je die ruil had kunnen maken, had je een goede deal gemaakt. Zo. Maar ja, Arsenal wil hem schijnbaar verkopen, hè? Arsenal wil hem verkopen en die hoeven niet meteen Ramai te hebben. Nee, dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar het was het proberen waard, toch? Ja, nee, tuurlijk. Ik denk dat je altijd opportunistisch moet zijn met dat soort dingen. Voor hetzelfde geld lukt het wel. En dan heb je wel echt, in mijn mening, een hele goede keeper. Dus, maar hebben jullie voor de rest nog iets van transfers, geruchten of rommelingen gehoord? Of is het ook bij jullie redelijk stil? Nou, je weet dat de namen die bij veel mensen bekend zijn, de namen die eerder gezegd zijn, maar Ajax wacht. Maar Ajax beseft ook dat het op een gegeven moment moet. Ja. Het enige berichtje wat ik kreeg was er eentje, is dat ze verwachten dat er deze week wat gebeurt. Nou, deze week duurt nog precies 5 uur vanaf vandaag. Want om 5 uur sluiten de beurzen, dus dan gebeurt er niks. Mm-hmm.
En dat is waarschijnlijk, en doelen ze dan op de verhuur van Sosa en misschien iets met Medici. Nou ja, Sosa dus is wel rond. Uitgaande transfers, maar niet... Medici gaat wel rondkomen, maar zo'n Bergwijn, daar is in wezen het wachten op. Ja, ja. Want dat is natuurlijk even wat meer geld, waardoor je even wat meer speling krijgt. En die anderen, die maken alleen ruimte op je loonlijst. Ja. En nu gaat ook het gerucht dat Rens zijn contract gewoon wil uitzingen. Dat is bekend. Wat vinden jullie daarvan dan? Zo'n dat speler dat gaat uitdingen? Ja, uitzingen zeg ik. Uitzingen. Nou, ik denk als hij dat op de manier doet dat hij nu bezig is, ja, dat dat wel eens een bankie kan worden. Het is niet zo dat ik nu zo onder de indruk ben van meneer Rens op dit moment. Maar vind je dat dan ook niet gewoon terecht als iemand dat op die manier wil doen en dan dat moet je zelf weten. Ik begrijp alleen op dit moment niet echt zijn houding. Ik heb ook al vernomen dat hij dingen heeft gezegd over het geschreeuw van de trainer langs de lijn en dat soort dingen. Ik denk dat je een grote bek kan hebben op het moment dat je presteert. En als jij dat niet of nauwelijks doet, dan denk ik dat je eerst op je eigen prestaties moet letten voor op die van je trainer of van wie dan ook gaat letten. Het is voor Rens tijd om een stap te maken. Wou ik net zeggen, ik denk dat het voor hem beter is als hij een ander clubje, een ander cultuurtje, andere dingen. Ja. En dat hij bij zijn eigen gaat beseffen, joh, ik kan best aardig voetballen. Maar als ik het op deze manier doe, als ik nu doe, ja, dan gaat het hem niet worden. Want dan gaat hij ook, als we naar een buitenlandse club ongetwijfeld, ja, dan ga je naast de boot belanden met deze instelling. En dat geldt voor wel meerdere van deze jongens. Dan gaan we even vooruitkijken. NAC. Ja, NAC Breda. Natuurlijk terug in de Eredivisie. Afgelopen weekend gingen ze er wel een beetje af tegen FC Groningen. Ja, wel weer een leuke wedstrijd hè, met uit publiek. En, NAC, die NAC staan uit, er altijd als ze tegen PSV leuk. Moeten. Ja, uh-huh. NAC uit voor Ajax. Is altijd lastig, leuk. Maar voor iedereen is het wel een lastig wedstrijd. Een leuke wedstrijd. Kijk, in Breda is het altijd wel een vervelend potje om naartoe te gaan. Maar voor het publiek is dat leuk. Hartstikke leuk. Dan hadden we de uitslagen van vorige week nog even bijgehaald. Want we zitten in die. Ja, we zitten in de pool. We hebben de Toto-toestand gedaan, hè, vorige week. En dat hadden we ook weer. Ik kan je één ding vertellen. Nou, niemand, hè? Was niet goed. Nee. We hebben 2-0, 3-1, 2-1. Dus, en het werd 1-0. Het werd 1-0. Dus ik heb in ons klassement heb ik drie kruisjes staan. Heel goed. Dus dan moeten we toch weer even gaan kijken wie dan de voorsprong gaat pakken. NAC uit. Ja. Ho, maar we beginnen niet altijd bij dezelfde. Als jij zo graag wil dat het bijgehouden wordt, dan ben je ook een keer als laatste aan de beurt. Ja, voorspellen. Ja. 2-0 Ajax. Kijk. 0-2. We mogen niet dezelfde zeggen, hè? Nee. Uitgesloten, hè? Kom maar, nee. Er zijn 395 standen en we zitten hier met z'n vier. 0-3. 0-3. Dan zeg ik 1-3. Nee, joh. Dat krijg ik als. En Bartje? Ja, wat blijft er nog over? 1-2 kan ik nog doen. 1-2. Ja. 1-2. Gaan we kijken wie er op voorsprong komt. Wat verwachten jullie van die wedstrijd? Ja, ik denk dat dit nou een wedstrijd is waar je gewoon gaat voetballen. Klaar. Ik denk dat je wederom een andere opstelling krijgt. Ja. Ik denk dat je gaat beginnen met Mika Gots. Zijkant. En ja, voor de rest weet ik niet. Het mag in principe, het mag met alle respect voor NAC. Ik denk dat hij Kaplan laat spelen deze wedstrijd. Mm-hmm. Dat hij nu ziet van we gaan Jury even een weekje aan de kant zetten. Mm-hmm. Niet om de jongen. Nee, maar gewoon voor rust. Ja, maar gewoon juist om zuinig met hem te zijn, denk ik. Dus niet niks. Dat we nu die mensen weer over ons heen krijgen van de ene week hemelen jullie hem op, de andere week brand je hem af. Mm-hmm. Totaal niet, weet je. De jonge gast. NAC is gepromoveerd als de nummer 6, geloof ik, van de keukenkampioendivisie vorig seizoen. Er is niet heel veel op transfergebied bij de jongens ook gebeurd. Dus het is meer of meer hetzelfde elftal als wat er het afgelopen jaar. Je mag daar in principe, mag je daar niet heel veel problemen verwachten. Nou, dat verwacht ik ook eigenlijk niet, denk ik. Nee. Jullie denken gewoon een zakelijke overwinning. Ja, nee, ik denk ook dat het een leuke wedstrijd wordt. Ja. Oké. Nou, dan gaan we daar naar uitkijken. Waar we nog meer naar uitgekijken is natuurlijk de uitzending die aankomende maandag te zien is op het YouTube-kanaal van AT5. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken. Hebben we nog wel één ding. Ja, we gaan niet verklappen wie, hè? Nee. Maar over 2 weken een leuke gast. Hebben we een hele leuke gast. Ja, dat is wel echt tof, kerel. Ja. Dat gaat iedereen
Ja. Ja, dat kan wel eens lachen worden. Ja, ik denk dat het een dubbele uitzending wordt gezien. Ik denk het ook. Dus ga er goed voor zitten dan. Er is in de ruimte, je agenda. Ja. Want het kan wel eens lang duren. Ja, dit wordt een leuke. In ieder geval, daar kijken we met z'n allen naar uit. En naar de uitzending van aankomende maandag. Vanuit Vinkeveen, nou kijk. Zeker. Hartstikke gezellig. Beste saaisbroodjes, heb je dan een beetje bakker in de buurt? Kale Kokkie bedankt. Bart, ontzettend bedankt weer. En alle luisteraars en kijkers, bedankt voor het luisteren. Kijken naar deze podcast. Nogmaals, aankomende maandag vanuit Vinkeveen, de uitzending met Sam. Ik wil iedereen een fijn weekend wensen en tot de volgende. Adios! Doei. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren, bijvoorbeeld over de Amsterdamse politiek? Check dan Het Gesprek met de Burgemeester met politiek verslaggever Nicolai Brennan. Abonneer je nu.